Hey. Een goede theoloog staat op twee benen. Aan de ene kant het theologisch inhoudelijke been en aan de andere kant het sociaal agogische been. En ik geef vooral les op dat tweede been, dat sociaal agogische vlak. Vraag 1. Omdat als je alleen maar heel veel inhoud weet, maar je weet geen contact te maken met andere mensen of je weet ze niet in beweging te krijgen, heb je een heel groot probleem als theoloog. Maar als je alleen maar heel goed weet hoe je contact maakt met andere mensen, maar je hebt geen inhoud, heb je ook een heel groot probleem. 2. Ik vind het ontzettend gaaf als studenten inzichten doen over zichzelf, over de ander en over God. Zo zei laatst een student tegen mij dat hij heel veel inzicht had gekregen in wie hij was, in zijn geloof. En dat hij dingen had ontdekt die hij helemaal niet van zichzelf wist. Nou, dat zijn nou echt precies de dingen waar ik heel graag voor uit mijn bed kom. 3. Je kan bij mij heel veel interactie verwachten in de les. Ik vind vragen heel erg belangrijk, dus elke vraag mag er zijn. 1, 2, 3, 4. Ik ben 2 meter 2 lang, dus je gaat me zeker vinden op de CAE. 5. Deze week las ik een onderzoek dat 40% van de Nederlandse hoogopgeleide werknemers vindt dat zijn werk geen zin heeft. Nou, dat vind ik best wel trieste cijfers. Dus wil jij werken met zin? Kom dan theologie studeren aan de CAE.